Voor het geld moest ze het niet doen. Dan was ze beter de dochter van Jacques Bouwel gebleven. Het ging over de erkenning, hè. Maar door die erkenning maakte Delphine wel aanspraak op een deel van de erfenis van koning Albert. Vraag is, hoeveel kan dat zijn? En klopt het dat ze beter financieel af was geweest met Jacques Bouwel als vader? Het zijn een paar vragen die we kunnen voorleggen aan Ludwig Verduin. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent financieel journalist, maar we kennen u zeker ook van de lijsterrijksebelgen.be. Voor alle duidelijkheid, Delphine Bouwel is al een tijdje geleden onterfd door haar wettelijke vader, ja, toen, Jacques Bouwel. Ja. Maar mocht dat niet gebeurd zijn, klopt het dan dat dat vermogen van de familie Bouwel dat dat groter is dan dat van de koninklijke familie? Want dat lezen we vandaag hier en daar, hè? Ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. De familie Bouwel staat voor 1,6 miljard euro. De koninklijke familie, ja, dat weten we niet echt goed voor wat die staat. Maar de schattingen lopen daar nogal uiteen. Volgens het paleis zelf had koning Albert niet meer dan 12 miljoen euro. Hm. Maar eerder historische schattingen komen uit op een bedrag tussen 300 en 600 miljoen euro. Dus die vork ligt zeer breed. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met koning Boudewijn. Want die heeft eigenlijk zijn erfenis geregeld in de Verenigde Staten. Dat was buiten de successierechten om hier in België. En dat is een statement die ooit gemaakt is door Riek van Kouwelaert, toen die hoofdredacteur van KNAK was. Ja. En dat die belastingen ontweken zijn. En dan een tijd later is er een boek gevolgd van Hippol Spoel en Paul van den Driessen, waarin stond dat eigenlijk dat geld van Boudewijn al vroeger naar het buitenland was gebracht, namelijk in 1982, wanneer er een devaluatie van de Belgische frank, ja, was. En de koning wist daarvan en die heeft die devaluatie eigenlijk ontweken door zijn vermogen naar het buitenland te brengen. Ja, en toen het daar toch was, kon het ook bij die erfenis in het buitenland geregeld worden. Ja, dus we weten eigenlijk niet zeker hoeveel daarvan bij Albert is terechtgekomen. Voilà, dat wou ik net zeggen. Eigenlijk weten we het gewoon niet. Laten we dan eens kijken, nee, naar de familie Bouwel. Nee. Staan, ja, zij in uw lijst van rijkste Belgen en op welke plaats? Zij staan op de 16e plaats, net na Christian van Tilo van DPG Media. En net voor Fernand Huts van Katoenmessie, om een idee te geven in welke grote orde we dan spreken. En eigenlijk is alles gestart voor die familie in 1880, toen Gustave Bouwel de boekhouder was van een zekere meneer Ernest Bouquillot. Die had alweer een staalfabriek en die meneer Bouquillot had geen kinderen en die heeft zijn fabriek gewoon overgelaten aan zijn boekhouder. Oh ja. En de familie Bouwel heeft die fabriek verkocht in 1997 voor 125 miljoen euro. Dat was eigenlijk de basis van hun familiaal vermogen. Ze zijn daar zeer verstandig mee omgesprongen. Ze hebben dat geïnvesteerd in andere bedrijven, onder meer in de distributiegroep Colruyt. Maar nu, vandaag de dag, zitten ze ook in zeer veel digitale bedrijven, in Zalando, in Amazon.com, noem maar op. Waardoor ze hun vermogen hebben kunnen optrekken tot 1,6 miljard. En misschien nog een punt wat in deze misschien wel een beetje onmerkelijk is. De familie heeft zich altijd laten opvallen door zeer verstandige huwelijken aan te gaan, ja, met rijke mensen of met machtige mensen. Ja, ja. En ik las ook ergens dat ze er altijd in slagen om eventuele ruzies binnen kamers te houden. Ja, het is een van de meest discrete families. Ze is ook loge gebonden. Dat, ja, kleunt een beetje aan bij die discretie ook. En alleen nu is er een nieuwe telg, een nieuwe generatie die belegd wordt door Harold Bouwel. Dat is een relatief jonge kerel, een dertiger. En die geeft alles één keer per twee jaar een interview weg. Ja. Maar voor de rest ga je van de Bouwels niks lezen of horen. Heel weinig horen. Ik kan mij voorstellen, ja, dat ze ook niet gediend waren met de hele aandacht, media-aandacht, die meekwam met dat verhaal rond Delphine dan. Nee, en je moet er ook niet te romantisch over doen. Dat was eigenlijk een soort vrienden, alleen een soort vrienden, kennis en zakendienst naar de familie Sachsen-Coburg toe. Als puntje bij paaltje kwam, was het niet de bedoeling, denk ik, dat Delphine Bouwel zoveel geld erven vanuit de familie Bouwel. Ik denk dat zij hun relatie met de koning ook altijd bekeken als een soort zakelijke toegangsdeur tot een aantal andere gebieden. Hmm. En dat dat eigenlijk ook voor een stuk toch meer zakelijk was. Ja. Riskeert Delphine, ook al zegt ze zelf, het heeft niets met geld te maken, dat ze met niks overblijft? Want Jacques Bouwel heeft haar onterfd. Ja. Ja, hoe zit dat met de kant van de koning? Wel, als we van de kant van de koning uitgaan van het minimumbedrag van 12,5 miljoen euro, dan zou zij wettelijk recht hebben op 1/4 van de helft van het bedrag, want de helft is wat ze noemen de gereserveerde erfenis. Dat kan de koning niet zelf over beslissen, dat is wettelijk bepaald. Dan heeft zij recht op 1/4 daarvan. Dat is eigenlijk 1/8, dat komt dan eigenlijk neer op 1,5 miljoen euro.
als ze de hele gerechtelijke procedure uitdoet, als koning Albert niet overlijdt tijdens die gerechtelijke procedure, dan kan ze eventueel bij voor de rechtbank haar deel van de erfenis opeisen, als ze die niet zou krijgen. Maar ja, er zijn al zoveel erfenissen geëindigd voor rechtbanken dat je er eigenlijk ook niet echt de zekerheden over hebt. Nee, en wat dus, u aanhaalt, dat zijn die minimumbedragen, omdat dat het enige is waar we zeker van zijn. Maar als er zo geld in het buitenland zijn, dan gaat ze dat toch naastgrijpen, denk ik. Want ik zie niet in dat zij zou in het testament terechtkomen. Omdat officieel toch niemand weet waar dat dan zit. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus voor het geld moet ze het niet doen, denk ik, eerlijk gezegd. Gelooft u die bewering, die aanname, dat ze dat echt niet voor het geld doet? Maar ik ken Delphine Boel niet. Ik ken ze alleen maar vanuit de media en vanuit een aantal artistieke contacten. Ik denk dat zij oprecht gedreven is om haar identiteit inderdaad te bevestigen. En ik denk dat zij, alleen als je die kunst ziet die zij maakt, ik denk dat dat bijna uniek is in de wereld, hoe dat zij een koningshuis portretteert en eigenlijk toch ook wel provoceert. Dus ik denk dat dat echt voor haar een persoonlijke afrekening is, ja. Ja, Ludwig Verduin, financieel journalist, man ook achter de rijkstebelgen.be. Dank u wel. Graag gedaan.